Ik had een pijltje. Een pijltje stond op je hoofd, Jort. Maar dat pijltje is niet weg. Ik kan ook het pijltje kan ik ook in je neus doen. Zie je dat of niet? Nee, oh, jij ziet dat natuurlijk niet. Ik doe nu een pijltje in je neus. Voel je dat? Nee. Nee? Oh, ik doe nu... Bent, ik doe nu een pijltje in jouw neus. Doe even met je hand voor je neus, want dan kan je het pijltje wegdoen. Ja, dat is beter. Doe even met je hand voor je neus het pijltje weg. Ja, pijltje weg. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Hallo, meiden. Hallo. Waar zijn we terechtgekomen? In Milaan. In Milaan, in Italië. Ik ben Floortje en ik woon in Viehoven in Oostenrijk. We wonen in Frans in de Côte d'Azur. In Amerika, in Bethesda. Wij wonen in El Salvador in El Parmacito. I live in Sri Lanka. Is dit Curaçao? Ja. Hey, Curaçao! We zitten opgesloten in ons huis. Ja. Maar het gaat best wel goed. Maar het gaat best wel goed. Oh, gelukkig. Daar ben ik. En volgens mij zitten jullie op een schommelstoel, toch? Ja, we zitten op de hangmat. In het begin konden we nog wel naar buiten gaan en misschien onze vrienden niet echt zien, maar wel van een afstand misschien gewoon tegenkomen. En wel, ja, inderdaad. Maar nu mag je niet eens meer naar buiten, behalve voor, om honden uit te laten en boodschappen doen. Voor de rest krijg je een boete als je naar buiten gaat. Wauw. Ja, en ze controleren echt. Je hebt zo'n nummerplaat. En dan hangt er vanaf welke letter je hebt. Dan heb je 2 dagen in de week dat je mag rijden. Alle restaurants zijn dicht. Alleen maar de supermarkt, de boutique en de toko's zijn open. Sabaginterklem, dat is dicht bij ons. En dat is in quarantaine. Maar wij kunnen gelukkig nog wel gewoon overal heen rijden en zo. Oké. Maar we zitten ook gewoon veel thuis. Nog niet uit ons huis gaan, alleen voor eten te kopen. Je mag alleen maar op 1 kilometer weg zijn. Ja, en maar 1 uur weg zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld maar 1 uur om te shoppen. En je mag alleen maar per 5 in het winkel. Hier zijn alle winkels, behalve zeg maar apotheken en supermarkten zijn allemaal dicht. Ja. En verder mogen mensen wel naar buiten. Dus heel veel mensen aan het hardlopen en honden aan het uitlaten, fietsen, om nog wel actief te blijven. The whole place is on lockdown. So the you whole can't country? You can't leave your house. It's not too bad for me, because I live in like a compound where we can go outside still. Okay. But we're just not past the gates. Mag je wel buiten spelen en bij vrienden zijn of ook niet? Nee, dat mag helemaal niet. Als dat wel gebeurt, dus bijvoorbeeld je bent op straat en het mag niet, dan moet je boete betalen per persoon en dat is €750 per persoon. Er is voortdurend overal politie, ambulances, brandweer en ja. En zelfs het leger heb ik gehoord, toch? Ja, ook het leger. En die stoppen je gewoon en dan vragen ze van waarom ben je op straat en dan moet je een reden geven en als je dan niet binnen de 200 meter van thuis bent. Ja, van je huis bent, dan moet je of een certificaat hebben dat je een reden geeft dat je daar bent. En dat kan voor werk zijn of voor medische redenen. Maar anders geven ze je gewoon een boete. Je kan niet buiten om te spelen. Je kan wel naar buiten in de auto om boodschappen te doen. Je mag boodschappen doen en met een buurvrouw of buurmeisje of zo mag je wel spelen. Ik zie wel als ik bijvoorbeeld buiten ben of zo, dat mensen die dan met je raar aankijken als je langs loopt. En ook als ik gewoon buiten aan de voorkant basketbal speel, dan zie ik mensen langslopen met maskers op. Iedereen is gestopt met werk. Iedereen die zit thuis met mondkapjes en zo en handschoenen en een hand sanitizer en een zeep. De eerste dag... Ik wist nog de eerste dag dat we hadden gezegd dat er corona was. Is iedereen naar de supermarkt gegaan en was het gewoon zo erg druk daar. En deze dagen, nu als je naar de supermarkt gaat, dan moet je urenlang wachten dat je naar binnen kan gaan. Spreken jullie ook niet met vriendjes af en zo? Wel, ik doe dat natuurlijk met de telefoon en alles. Maar we kunnen niet in elkaar huizen gaan bijvoorbeeld. We hebben allebei een vriendje die hier in Milaan wonen. Die zien we ook al minstens 3 weken niet of zo. Ja. En hoe gaat dat dan? Ja, dat is ook heel moeilijk, want
En na een tijdje heb je ook nergens meer om over te praten. Het is eigenlijk heel raar, want je hebt eigenlijk zin om de hele tijd te kletsen en zo, maar je weet ook niet, na een tijdje ook niet meer over wat. Want er gebeurt de hele tijd niks, behalve... Hetzelfde dan gisteren. Ja. En in het begin was het ook wel leuk, maar na een tijdje denk je ook, ja, hier heb ik geen zin meer in. Ik wil jullie gewoon zien. Ja. In het echt. Soms voel ik me wel best wel verdrietig, want ik mis school ook best wel. En nu moet ik echt video bellen met mijn vrienden, dus ik kan ze niet in het echt zien. Personaal. Kan je dan niet een uitzondering of zo? Dat je vriendje dan wel mag? Nee, dat mag echt niet. Ja, je kan het doen, maar als je dan gezien wordt, dan krijg je een hele grote boete. Wat doe jij nu een beetje de hele dag dan? Helpen in huis, met mijn broertje bordspellen spelen, op social media, met mijn vrienden en zo praten. Nu is onze school bezig met... dat ze het gaat lukken om Skype te gaan doen. Yeah, homeschooling is good. Like, I get a FaceTime with my friends and stuff, and we still have the same classes. I get to play more video games now, because I'm at home the whole day. Okay. Yeah, I get to spend more time with my family. Yeah, it's good. It's all going okay. Timo, Amerikanen hebben nu al hun baan verloren, en de meeste Amerikanen die sparen eigenlijk niet heel veel geld. Als ze geld krijgen, geven ze het meteen uit aan bills en zo. Dus de meeste Amerikanen die komen nu in heel veel schulden. Het is heel raar om te realiseren dat deze situatie er is. En dat het zo is voor ons allemaal. Het is heel raar. Denk jij ook niet soms van jeumig, het lijkt wel of dat we in een slechte film zitten of zo. Of dat ik het gedroomd heb. Of hoe denk jij erover? Het lijkt meer een beetje op een zombie-apocalypse. Op een zombie-apocalypse? Ja. Dat klinkt wel heel heftig. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik heb allemaal filmpjes gezien van mensen die het hebben. En dat ze stellen dat het echt heel erg is. En dat je het echt niet wilt hebben. En daar word je wel een beetje bang van. Het is gewoon een beetje eng om mensen zo ziek te zien. En dan zie je zo die video's dat mensen zo in een kamer gelokt zijn. En dat je zo dokter zo naar ziet kijken en zo. En ja, het is niet leuk. Het is niet leuk om corona te hebben. Mensen die maken er grapjes over en zo, maar het is niet leuk. Maken jullie je zorgen over al het corona gedoe? Nee, helemaal niet. Omdat ik niet te veel aan heb. En ik ben nog niet zo besmettelijk. Dus omdat ik dan niet dood kan gaan. Ik vind het wel erg. Alleen ik ben niet bang om ziek te worden. I'm just trying to do my best. And I'm trying to not just wash my hands, keeping myself healthy. And yeah, just hope it doesn't happen a lot. Yeah. Kijken kinderen anders hiernaar dan volwassenen? Ja, want... Oh, ik zag een nies. Ik zag een nies. Uit de buurt blijven. Uit de buurt, jongens. Uit de buurt. Mondkapjes op. Je deed wel netjes in je arm, volgens mij. Dat kijken we nog even terug. We kijken nog even terug. We spoelen hem even terug. Kijken, deed hij in zijn arm? Ja, hij deed in zijn arm. Je deed keurig in je arm. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ik denk dat kinderen er wel anders naar kijken. Want grote mensen hebben er meer problemen mee en zo. Hoe bedoel je? Nou ja, financieel. Ik denk eigenlijk dat grote mensen meer aan hun werk denken en aan de economische, zeg je dat? Zeg maar, consequenties. Ja. Terwijl wij misschien meer denken aan onze vrienden. Ja. En dan gewoon naar buiten gaan en sociaal leven. Wat ik wel merk, dat mijn moeder, zeg maar, die slaat ook heel veel in op eten, net zoals iedereen eigenlijk. En ik merk wel dus dat de volwassenen, zeg maar, het heel erg extreem met in alles doen. Wat vinden jullie ervan, dat de regels zo streng zijn? Nou, op zich vind ik het wel leuk, zo gaan we niet naar school. We hebben meer schermtijd. We kunnen meer spelen. We kunnen ook meer uitslapen natuurlijk, dat is lekker. We maken hutjes, een hut waar je vuur kan hebben. En soms hebben we jobjes in de weekend voor een kleintje geld te winnen. Ik vind het wel soort van leuk, want je zit hier opgesloten. En dan ga je zeg maar denken, wat kan ik hier doen? Zo, ik heb zeg maar al een klein hutje gemaakt. Dit is onze hut eigenlijk. Wij hebben echt een klein hut, want
We hebben niet zo heel veel ruimte. Maar jullie hebben een palmbomenhut. Ja. Dat wil ik ook. Ik wil ook een palmbomenhut. Met een palmboom. Jongens, een palmbomenhut met een glijbaan. Dit geloof je toch niet? We moeten er gewoon het beste van maken. Dat beseffen we ook elke dag meer. Maar we moeten er gewoon alle uren het beste doorbrengen eigenlijk. En gewoon wachten dat het overgaat. Hebben jullie nog tips voor Nederlandse kinderen? Proberen om niet depressief te worden. Ja, en ook proberen om niet te veel lui te zijn. Maar proberen om creatieve dingen te doen. Zodat, ook al is dat heel moeilijk in deze situatie. Maar als je ermee begint, voel je daarna wel veel beter en actiever. En dat je wel iets hebt gedaan. Stay safe. Blijf gewoon binnen. Was je handen voordat je gaat eten. Wanneer je van buiten kan, was je handen. Raak je gezicht niet veel aan. Niet bij anderen in de buurt gaan. Ga niet bij je vrienden en zo spelen, terwijl je weet dat het niet mag. Voor als ze zich vervelen, moet je op Pinterest kijken, want er zijn hele leuke ideeën. Doei! Doei meiden, doei Femke, doei Nienke. Doei. Groeten thuis. Doei. 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 Bye. Bye. Doei. Doei, 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 doei. Tot de volgende keer.